alweer. Hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering van Het Gesprek. We hebben vandaag een bekende gast met een nieuw onderwerp. Vandaag in ons midden Ab Flipsen. Dan denkt u, het zal wel weer over geld en over goud gaan. Deze keer niet. Het gaat niet over geld en niet over goud. Maar het gaat over iets wat in feite de waarde van goud en geld ver te boven gaat. Ab is, gaat vandaag spreken over God en over zijn volk. Het volk Israël. Hij is daar kort geleden geweest en heeft imponerende indrukken opgedaan die ook een aantal dingen die we hier in Nederland uit de media horen best relativeren. Ab, hartelijk welkom in het gesprek. Dank je, Simon. Hoe kwam je daar zo bij om naar Israël te gaan? Moet ik de schuld geven aan mijn vrouw. Doe maar. Een aantal jaar geleden kwam ze bij me en zei: Ab, ik heb een idee. Ik zou graag, dat was in 2020, ik zou graag naar de Oekraïne willen. Dan kunnen we daar wat helpen. Via Christen voor Israël. Er is iemand bezig om Aliyah te maken in de Oekraïne. Ik zei, nou ja, als jij dat wat vindt, dan doen we dat maar. Dan hebben we 8 dagen daar rondgereden in mensland. Blij dat ik er geweest ben. Gezien hoeveel goed werk daar is verricht. En je gaat niet zomaar naar de Oekraïne. Tenminste, in die jaren niet en denk nu nog niet. En toen kwam ze een paar maanden geleden, of ik denk een week of 7 jaar geleden, met hetzelfde idee. Ik zou best naar Israël willen. Ik zeg, ja, dat zouden we toch een keer doen. We waren er 6, 7 jaar geleden geweest. Ja, maar zegt ze, om daar te werken. Ik zeg, om daar te werken? Ja, iets met handen uit de mouwen. Ik zeg, ja, hoe bedoel je dan? Ja, zegt ze, ik heb iets gelezen dat er groepen mensen eventueel de mogelijkheid krijgen om naar Israël te gaan. Om daar dat volk te ondersteunen, omdat ze ook economische problemen hebben en veel arbeidskrachten missen. Ik zeg, nou, leg maar uit. Dus ze legt het uit wat aan de hand was. Ik zeg, nou, even een nachtje over slapen. Ik wil altijd even 1 nachtje nadenken over zoiets. En de volgende dag werd ik wakker en ik denk, jongens, dit gaan we gewoon doen. Dus ik zeg, nou, regel maar. Het was alleen het probleem dat er zoveel aanmeldingen waren dat we niet met die reis mee konden. En uiteindelijk hebben ze toen in Nijkerk, daar zit die organisatie Christenen voor Israël, die hebben toen uiteindelijk 3 reizen gemaakt en wij waren de 3e reis. We zijn dus 3 weken geleden vertrokken. 2 weken geleden waren we terug, dus we zijn er 8 dagen geweest. Dus ik ben daarheen geweest met een groep van 38 mensen, inclusief mijn echtgenoten. En daar hebben we echt de handen uit de mouwen gestoken. Handen uit de mouwen gestoken en een heleboel gezien. Ja, combinatie van gewoon werken. Ik kan het straks nog even toelichten wat we gedaan hebben daar. Maar werken was nodig, want een heleboel... Ja, mensen die normaal werken zitten aan het front. Ja, klopt precies. Je moet eigenlijk zo zien dat in Israël zijn natuurlijk veel landbouwbedrijven. En heel veel hectares aan citrusvruchten. Denk aan citroenen, aan sinaasappels, clementines, een soort mandarijnen. Hectare na hectare als je daar rondrijdt. Maar dat moet wel geplukt worden. En dat is het probleem na 7 oktober, de beruchte 7 oktober, waar we straks denk ik nog even over doorgaan. Dat iedereen die daar werkte in die periode, ook Israëli's, ja, die werden nu ingezet voor het leger. Maar het merendeel van de arbeidskrachten, met name rond Gaza, want daar is het 1 grote groene wilde, rond Gaza, de merendeel van de arbeidskrachten kwam uit Gaza. Dat waren gewoon werkers, woon-werkverkeer. Die mensen gingen elke dag, gaat over 10.000 mensen, gingen de grens over. Tussen Gaza en Israël en gingen daar helpen bij al die kibbutzen, al die boerderijen en noem maar op. Ja, en dat gebeurde dus niet meer na 7 oktober. En wat ik niet wist, is dat ook heel veel mensen uit Thailand daar al jaren en jaren werken. Ook nooit geweten. Nee. Die vertrokken ook, want die waren natuurlijk zich kapot geschrokken van 7 oktober. Ja. Dus als je daar nu rondrijdt, dan zie je dus enorme hectares velden vol met sinaasappelbomen, waar je de sinaasappels ziet wegrotten onder de bomen. Ze missen gewoon de handjes. Ja, want met 3 bussen van 38 mensen krijg je dat ook niet voor elkaar. Nee, en dan kan je met die 3 groepen een paar dagen plukken en dan pluk je tonnen. Daar vinden ze geweldig, want het is, elke hulp is welkom. Maar er komen ook andere groepen, ook uit Amerika en uit Australië. Dus er komen wat meer groepen. Okay. Toeristen zie je niet in Israël, maar dit soort initiatieven worden wel volop genomen. En als je dan ziet wat je dan toch nog, het is een druppel op een gloeiende plaat, maar het is ook een soort morele steun naar die mensen daar. Ja, die zijn diep onder indruk dat je daar gewoon komt helpen. Om niet. Ze zijn verbaasd ook. Verbaasd, want dan denken ze, wie komt er nu naar Israël, in een land wat in oorlog is? Ja, want je wordt ook, voordat je erheen gaat, krijg je instructie, wat moet je doen bij luchtalarm? Ligt aan waar je zit. Hè? Hoeveel tijd heb je om naar de schuilkelder te gaan of je schuilkamer te gaan? Zit je in de bus en er is alarm, dan is het ook in die bus komt het alarm. Wat moet je doen? Nou, dan moet je de bus uit, zo ver mogelijk van de bus vandaan en plat op de grond gaan liggen. Dus dat die instructies krijg je. Dus het is echt een land in oorlog. Ja, als ze dan zien dat je daar toch komt werken
In dat land. Ja, dat is voor hun een enorme morele steun. Maar ook praktisch. Ook, het is echt ook helpen. En dat geeft een goed gevoel. Ondertussen praat je met de mensen zelf daar. Hè, met de mensen die op die boerderijen werken. Je ontmoet veel mensen. Uiteindelijk hebben we totaal 3 dagen geplukt, noem ik maar eventjes. De allereerste dag was vlak aan de grens van Gaza. Dus wij hoorden ook regelmatig inslagen. Ik denk van artillerie geschud. Er hingen ook een uur lang 2 Apaches boven ons hoofd. Die schoten af en toe richting Gazastad. Dat kon je op je telefoon zien. Ja, dan weet je wel dat je in een land in oorlog verkeert. Dat is wel een hele vreemde ervaring. Rare ervaring, denk ik wel. Hè? Ja, nou, ik als oud-militair ben ik al wat gewend met schieten. Maar voor velen van ons was het een vreemde ervaring. En we hebben naast die 3 dagen hebben we ook nog 1 dag. Dus we zijn echt 4 dagen bezig geweest. Hebben we op een hele grote legerbaas gewerkt. Want je kan je voorstellen dat al die soldaten die aan het front zitten, en dan praat ik niet even in Gaza en rond Gaza, maar ook in het noorden, wat niet meer in de krant staat, maar het noorden wordt elke dag beschoten vanuit Libanon door Hezbollah. Dus soms 10, soms 20, soms 130 raketten. Ook in het noorden zitten die militairen. En je hebt natuurlijk heel veel mensen, ook militairen, die bezig zijn om dat allemaal te voorzien van voedsel en brandstof enzovoort. Dus die helft van Israël, van zeg maar de 9 tot 10 miljoen inwoners, is min of meer direct of indirect betrokken bij het leger. En de andere helft is het land aan het draaiende houden. En dat is beren moeilijk. Want ja, als één helft bezig is met het land verdedigen, want het is niet eens aanvallen, verdedigen. En de andere helft is eigenlijk bezig om te overleven. En dan spreek je gidsen ook en die zeggen, ja luister eens, er zijn al 10.000 faillissementen na 7 oktober. En dan kan je niet je handje ophouden bij de Israëlse regering, een soort coronafonds of een Hamasfonds, dat bestaat niet. Dus ja, je moet je broek ophouden. Faillissementen en wat voor bedrijven is dat dan? Alle soorten bedrijven, veel landbouwbedrijven. De landbouwsector krijgt ontzettende klappen, maar ook de toeristensector. Je weet veel van Israël. 4 tot 5 miljoen mensen komen daar per jaar in Israël. Er komt nu geen toerist. Dus ga je de heilige plaatsen bezoeken in Israël, dan kan je allemaal zo naar binnen. Je hebt geen wachttijden, je hebt geen wachtrijen, niks. Dus dat is lastig, hè? Want we waren een dag weg en toen zegt de gids, ik had eigenlijk in Jeruzalem moeten zijn, omdat de hele toeristenbranche aan het protesteren is richting de regering, tegen de regering, van help ons, we hebben niks meer te doen. Weet je, maar ik heb toch gekozen om jullie te begeleiden vandaag. Dus dat is echt moeilijk. Economisch is het land verkeerd in ernstige problemen. Qua veiligheid, economisch in problemen. Hoe is de stemming van de mensen daar eigenlijk? Nou, ik moet zeggen, de bevolking is buitengewoon veerkrachtig. Hoe merk je dat aan? Aan de gesprekken die je voert. We waren op Shabbatavond bij de muur, de Klaagmuur, om daar met de Joden de Shabbat te vieren als groep. Ja, er staan natuurlijk honderden jonge Israëlische soldaten, jongens en meisjes staan te dansen en te zingen. En denk je, hoe kan je nou dansen en zingen in deze periode? We zijn nog een avondje uit geweest in Jeruzalem zelf, want we sliepen in Jeruzalem, dat was onze uitvalsbasis. En daar is op zich ook een goede stemming en mensen zitten op terrasjes en zo. Dus het is wel vreemd, maar dat snap ik wel. Dat is hetzelfde Oekraïne, iedereen denkt dat de Oekraïne oorlog is. Maar in het merendeel van de Oekraïne zijn gewoon de terrassen open. Ja. Dus mensen kunnen het bijna niet voorstellen, maar de veerkracht is er. De enorme discussies die er waren in Israël, die zijn natuurlijk geluwd. Ja, mensen gaan er allemaal voor. Hè. Het is, je ziet overal speltjes die ze dragen en kettingjes die ze dragen, waarop staat in het Hebreeuws, samen zullen we winnen. Dus de verbroedering is enorm. En er wordt ook niet meer geklaagd dat men nu het leger in moet. Men staat eigenlijk klaar om mee te helpen. Want ze ervaren en zien dat ze de rest van de wereld worden ze in de steek gelaten. En ze voelen en ervaren dat ook. We moeten het alleen doen. We staan er alleen voor. Hoe ervaren zij dat? Want het is de eerste 2 dagen na 7 oktober, zeg maar. Dat hoeven we niet aan de toe te lichten, maar dat was een rampzalige, onverhoedse aanval van Hamas op de meest gruwelijke wijze doorgedrongen in Israël. Ja. Toen was de stemming in de hele wereld eigenlijk nog wel geschokt en we staan achter Israël. Ja. 2 dagen lang waren de Israëlische vlaggen op gemeentehuizen geprojecteerd enzovoort enzovoort. Ja. Ja. En na 2-3 dagen lijkt het wel die stemming totaal omgeslagen. Ja, ja. Hoe komt dat? Hoe ervaren ze daar dat en maar hoe denk jij? Zij ervaren dat daar als ook schokkend. Verraad? Verraad. Ze voelen zich in de steek gelaten, verraden. Wat ze natuurlijk zien en horen. Hè, het is natuurlijk een buitengewoon modern land. Hè? Kijk, veel mensen hebben een bepaald beeld van Israël als een land met alleen maar orthodoxe Joden. Maar de helft van Israël is seculier. Dat zijn gewoon
verwesterde mensen, wereldse mensen die ook helemaal niet naar een kerk gaan of naar een synagoge gaan. Wat je wel ziet is dat iedereen wel de Shabbat viert, dat doen ze wel. Maar heel veel mensen zijn natuurlijk helemaal niet zo met God bezig en alles wat erbij hoort. Helemaal niet, het is een hypermoderne samenleving. En wat je natuurlijk ook ziet, Israël is natuurlijk, daar hebben we ook geen beeld bij. De meeste mensen denken Israël is een enorm land, maar Israël is een piepklein landje. Het is kleiner als Nederland. Als je Nederland even voor je ziet, je kijkt naar Europa, dan is Nederland maar zo'n klein landje. Op de wereldbol zijn we niet meer terug te vinden. Maar Israël is nog een dimensie kleiner. Israël is een soort Nederland, minstens de provincie Brabant en Limburg. Die knippen we eraf. En dan heb je Israël. That's all. Dat is een landje van niks. Ja. In een zee van landen om zich heen, die toch over het algemeen vijandig zijn. Dus ja. Zij voelen zich in de steek gelaten. En hoe komt dat? Ja, hoe komt dat? Het is een gebrek aan kennis, dat is één. Gewoon, men weet niets van het conflict. Men weet niets van de staat Israël. Men kent de geschiedenis niet. Men praat erover mee. Men discussieert erover mee. Men blaat erover mee. Maar als je dan wat vragen stelt over Israël en de zogenaamde bezette gebieden. En wat er echt aan de hand is met Hamas. En wat er gebeurd is in 1948 en daarvoor. Hè, in de tijd van het Joodse mandaat vanaf 1917 en het Ottomaanse Rijk en nog verder terug en alle oorlogen die na 1948 zijn gevoerd, zegt ze niets. Grote zegt ze niets. Als je zegt van hoeveel Joden zijn er, geen idee op. Misschien wel 100 miljoen. Nee, er zijn op de hele wereld 15 miljoen Joden. En de helft woont in Israël en de andere helft de rest over de wereld. We hebben 1,6 miljard moslims. Jongens, dan heb je een beetje beeld van Israël. Klein landje, een westers landje, waar je vrij kan functioneren, waar je vrij kan lopen en gaan en staan, waar je over alles mag discussiëren, in het openbaar, waar je niet. Je kan met iedereen in gesprek daar. Je hebt geen controle, je wordt niet gesanctioneerd. Als je daar nu met een Jood praat, of je praat met een Arabier die daar woont, met een Israëlisch paspoort, met stemrecht, recht op gezondheidszorg, recht op onderwijs, met de eigen partij in de Knesset. Of met een Drus praat, of met een Bedouine. Die wonen allemaal in Israël. Allemaal bij elkaar. Dus van die 9,5 miljoen mensen, met die 7,5 miljoen Joden, wonen nog 2 miljoen overig. Heb ik het niet over de Westbank, heb ik het niet over Gaza. Dat is Israël. Een langgerekt klein land, wat in het noorden aan het oorlog voeren is, waarbij Hezbollah bezig is om het noorden echt onder druk te zetten. Want Hezbollah, even voor de mensen die het van zijdelings begrijpen, je hebt Hamas en Hezbollah. Wat is het verschil eigenlijk? Ja, het zijn twee terreurorganisaties, die willen eigenlijk maar één ding. Dat is alle Joden eruit. Dat is heel populistisch gezegd, maar feitelijk is dat wat hun willen. Van de River to the Sea is dat, hè? Ja, van de River to the Sea. Men wil eigenlijk alle Joden het land uit, klaar. Die horen daar helemaal niet. Dus dat zijn organisaties die alleen maar vol haat zitten naar Israël. En we hebben de PLO op de Westbank. Hè. Dat zijn een beetje de drie organisaties. Maar de meest agressieve organisaties, vaak ook gesteund vanuit Iran, is natuurlijk Hezbollah in het noorden, Libanon. En dat is Hezbollah, dat zit aan de Middellandse Zee. Even de Gazastrook, misschien even voor de beeldvorming. Gazastrook is ongeveer 40 kilometer lang, langs de kust. Een van de mooiste kusten van de Middellandse Zee, aan die kant van de Middellandse Zee. Gemiddeld 7, 8 kilometer breed, dat is de Gazastrook. Neem een beetje beeld. Daar heeft Hamas de regie. En in 2005 is natuurlijk de hele Gazastrook overgedaan aan Hamas. Noem het maar even de Palestijnen die daar wonen. Israël heeft zich volledig teruggetrokken. Die 8000 Joden die daar woonden moesten het land uit. En het land is volledig autonoom. Het waren soms ook Joden die er al generaties lang woonden. De generatie woonden, die werden gedwongen, met geweld gedwongen om de Hamas-strook, het gebied met Gazastad onder andere, dat te verlaten. Dus dat werd eigenlijk Joden vrijgemaakt door de Israëli's zelf. Er is geen Arabier die Israël uit moest, maar er waren wel Joden die die streken uit moesten. Absoluut, nee, maar ik heb ook Arabieren gesproken die al eeuwen daar wonen. En dan heb ik ook gevraagd, van, hoe kijken jullie tegen de situatie aan? Jullie wonen in Israël, dat moet dan toch vreselijk voor jullie zijn. Waarom vertrek je niet naar Jordanië of naar Libanon of naar Egypte of een ander moslimland? En dan zeggen ze tegen mij, geen haar op mijn hoofd die eraan denkt. In welk land kan ik als Arabier met mijn gezin wonen en werken? Velen hebben ook een eigen bedrijf. Wonen en werken en die vrijheid die ik in Israël ervaar, met alle faciliteiten die ook een Jood en een Drus of een Bedouin hebben, allemaal gelijke rechten. Ja, wij krijgen nergens zoveel vrijheid als hier. Dus welk land kan je mij aanwijzen waar ik die vrijheid heb? No way. Dus er is zo'n verschil tussen de Arabieren die daar wonen
En natuurlijk zijn er discussies, absoluut. En moet je alles goed praten wat Israël doet? Zeker niet. En Netanyahu is een apart onderwerp. Hè? Daar kan je ook iets van zeggen. Overal zie je aanplakbiljetten met Netanyahu, grote foto. En daar staat in het Hebreeuws op, jouw leiderschap, jouw schuld. Of jouw fout. Jouw leiderschap, jouw fout. Dus ga nou niet zeggen dat die Israëli's niet kritisch zijn op een Netanyahu. Of kritisch zijn op een regering. Want die discussies werden natuurlijk voor 7 oktober in alle heftigheid gevoerd. Daar gaat het niet om, maar je leeft in dat land in vrijheid. En dat land staat alleen maar onder druk van die terreurorganisaties. En ja, zoals ik het ervaar en zie, is natuurlijk dat kijk, toen die eerste discussies na 8, 9 oktober ontstonden, ook met mensen waar ik veel contacten mee had, waar ik vaak op één lijn zat, dan zei ze, ja, maar Ab, wij zijn het niet eens met het beleid van de Israëlische regering. Ik zei, dat is prima. Maar zit er niet een lading onder? Nee, echt niet. We hebben niks tegen de Joden. We hebben niks tegen het feit dat de Joden hun eigen staat hebben sinds 1948. Compleet legitiem. Nee, het gaat om het beleid van Israël. En toen had ik me al mijn twijfel. En nu zijn we 5, 6 maanden verder. En dan blijkt dus die haat niet alleen tegen die staat Israël te zijn, tegen die regering, maar ook tegen het land Israël. Maar ook tegen het volk van Israël, de Joden. Joden wereldwijd inmiddels. En inmiddels wereldwijd. Dus die haat die er al duizenden jaren is tegen de Joden. Al duizenden jaren. Ja, na Christus alleen. En daarvoor trouwens ook sinds al. Sinds we staan is de haat. Volgens mij, ik bedoel, jij weet alles van Gods woord. Jij bent predikant geweest. En ik ben maar een leek. Maar even heel simpel. Ik hou me altijd bij de feiten. Of het nu over financiën gaat, hou ik me bij de feiten. Volgens mij, en verbeter me Simon als het niet zo is. Heeft ooit God Abraham aangewezen, 4000 jaar geleden ongeveer, aangewezen. Abraham, jij verlaat de streek waar jij woont. Je trekt naar het land Kanaan, dat is ongeveer waar nu Israël is. En ik ga je tot een groot volk maken. Daar moet je heen. Dus voor mij is het ontstaan, de start van het Jodendom is 4000 jaar geleden ontstaan. En we weten dat Abraham kinderen had, Isaac en Ismaël. Uiteindelijk de Joden stammen af van Abraham. De Arabieren stammen af van Ismaël. En daar is het ontstaan. Dus de Joden bestaan al 4000 jaar. En in al die 4000 jaar, als ik mijn Bijbel erbij pak, en ik pak mijn krant erbij, en ik pak mijn geschiedenisboeken erbij, dan is de Joden worden al 4000 jaar vervolgd. De christenen bij uitstek. We hebben 2000 jaar christendom, maar we hebben ook 2000 jaar jodenvervolging. En daar hebben de christenen een grote rol in gespeeld. Dus we moeten niet enkel wijzen naar de islam, maar ook de christenen. Hoe zou dat komen, denk je? Heb jij daar een idee van? Ik heb het wel, maar ik vraag aan jou. Waarom zouden die Joden nou zo in de picture staan van christenen? Daar bedoel ik mee van de kerk van alle eeuwen, zeg maar. Nou ja, kijk, wat zoals ik het altijd heb gelezen en ervaren en gezien, en dat is tenminste mijn conclusie, is dat de kerk heeft natuurlijk gedacht, kijk, de Joden hebben natuurlijk uiteindelijk hun eigen rabbi, Messias, hebben ze aan het kruis genageld. Hè? De Romeinen hebben dat gedaan, maar zij hebben het groene licht daarvoor gegeven. Ja. Ja? De kerk is in plaats gekomen van het volk, het Joodse volk, Gods volk, want vergeet niet, God heeft Abraham aangewezen en hem een belofte gedaan. Dus het is Gods volk. En het is ook Gods land. En wat we ervan vinden, moeten we zelf weten. Maar dat zijn de feiten. God heeft dat gebied aangewezen voor zijn volk, voor het Joodse volk. Dus de christenen dachten van, heb ik het altijd ervaren, van ja, maar die Joden hebben uiteindelijk gegeven met hun eigen hebben ze God zo vermoord. Er komt bij dat Joden natuurlijk altijd een ander soort, ander type mens is. Joden hebben door de eeuwen heen hebben ze altijd voorop gelopen qua intelligentie, sorry dat ik het zeg. Ik heb mijn telefoon daar liggen, maar dat is een Joodse uitvinding. Alle medische uitvindingen zijn Joods. Dus Joden hebben sowieso een boven gemiddelde intelligentie. Dat is lullig om te zeggen tegen de rest van de wereld, maar het is wel zo. Dus er is een soort haat naar die Joden. Joden hebben natuurlijk altijd in functies gezeten en bedrijven gehad die vaak ook met geld te maken hadden. Dat heeft ook geschiedenis. Dat ze bepaalde vakken niet mochten uitoefenen. Maar ze mochten wel geld wisselen. Dus we hebben zelf gecreëerd dat Joden in de financiële wereld ingedoken zijn. Dus we hebben alle redenen om iets van het volk te vinden. En dat heeft natuurlijk een soort haat gecreëerd. En ja, al die pogroms die geweest zijn, 2000 jaar geleden, of laten we zeggen 70 jaar na Christus, toen is de shit ontstaan.
is natuurlijk altijd een haat geweest vanuit de Joden naar het Joodse volk. Want vanuit christenen naar het Joodse volk. Vanuit christenen, de kruistochten. Ik bedoel, ja. Als je daar je in verdiept, dat is schokkend. Dan voel je kippenvel op je armen, wat die kruisvaarders hebben gedaan. En al die pogroms in Polen, in Rusland, maar ook in West-Europa die er zijn geweest. Dat is bizar. En ja, dan ga ik heel de diepte in. Uiteindelijk is het niet enkel de haat naar de Joden en niet enkel de haat naar het land Israël. Het zit natuurlijk veel dieper. En het is de haat naar God. Want? Want de kerk haat God toch niet? Nee, de kerk haat God niet. Maar als we een keus moeten maken, laat ik het anders stellen. Wat ik ervaar is dat die haat naar Israël en naar de Joden ten diepste een onderlaag heeft. Dat we eigenlijk niet een God in ons leven willen. Niet de God van Israël misschien. Niet de God van Israël. En niet die God van rechtvaardigheid. En de God van liefde. We willen eigenlijk gewoon als mens, en daar ga ik veel te veel de diepte in, maar als mens willen we het zelf uitmaken. Onze eigen goden. Wij maken de dienst uit. Wij kunnen dat zelf. Wij kunnen dit sturen, we kunnen dat sturen, enzovoort. En als je God niet erkent als de hoogste schepper, de hemel van hemel en aarde en de alfa en de omega, als je dat niet erkent, loop je klem. En dat vind ik ook zo bijzonder, Simon, dat ik vanaf 7 oktober een groep mensen ben kwijtgeraakt waar ik op één lijn mee zat als we het hadden over de euro, over klimaat, over de Oekraïne, over woke en alles wat de samenleving aan leugens produceert, raakten we elkaar kwijt als het over Israël ging. En dat heeft me best verdriet gedaan. Mensen waar ik heel lang mee samen optrok. En ik veroordeel die mensen helemaal niet. Die dus overheden bekritiseerden. De media bekritiseerden. Diezelfde overheden. En diezelfde media. En één keer wel geloofden. Als het gaat over Israël en Hamas. En alle leugens die erover verspreid worden. Dan zijn ze in één keer de weg kwijt. Dus dat is gek. Op alle dossiers lopen we gelijk op. En dan komt het in één keer gaat het over Israël. En dan gaat het over het Joodse volk. En over de Arabieren. En alles wat er is gebeurd in heden, verleden en wat er nog gaat gebeuren in de toekomst. En dan raken we elkaar kwijt. Dat is bijzonder. Dus dan gaan we de kern raken van het probleem. Want kijk, alles zal gebeuren rond Jeruzalem. Daar zal uiteindelijk iets gaan plaatsvinden. Dat zegt de Bijbel uiteindelijk. Daar weet jij heel veel van. En dat is ook mijn geloof. Hè. Daar zal het gaan plaatsvinden. En daar zijn christenen van overtuigd. Daar zijn zelfs veel moslims van overtuigd. Maar sowieso de Joden van overtuigd. Daar gaat het gebeuren. Uiteindelijk zal daar een gegeven moment een restart plaatsvinden. In die stad. En dan zullen alles en iedereen beseffen wat er ooit is gebeurd. En wat God ooit heeft voorzegd. Dan zal Jezus terugkeren enzovoort. Dus voor mensen die dit luisteren en daar niet in geloven. Maar daar geloven wel miljoenen, miljarden mensen geloven daar wel in. En ook ik. En ik vind het jammer dat je elkaar dan daarin kwijtraakt. Op dat punt elkaar kwijtraakt. Maar ik denk dat je raakt elkaar kwijt omdat het daar over geestelijke dimensies gaat. Dat is een geestelijke strijd. Om dat te doorzien moet je de Bijbel openen. Kijk, we over veel conflicten kunnen we het hebben. Dan hebben we het vaak over een economische oorlog. Hè? Dat is ook vaak zo. Over grondstoffen, over macht enzovoort. Maar wat Israël gebeurt is ook een economische oorlog. Speelt ook een grote rol. Maar dan, dat is een geestelijke strijd. Een 100% geestelijke strijd. Alle strijd is geestelijk. Ook in je eigen leven. Maar de echte strijd vindt plaats in Israël, rond Israël, rond zijn volk. En alle vijandschap zal zich op Israël concentreren. Daar ben ik van overtuigd. Nou, ik denk zelfs dat God en Gods woord zegt van hij gaat onderscheid maken tussen degene die Israël zegenen en degene die Israël vervloeken. Dus daar vindt de echte scheidslijn in plaats. Ja. Uiteindelijk niet wie Oekraïne, Rusland of Amerika vervloeken. Of tegen welk gedachtegoed zijn. Daar draait het om. Dat is de kern van de zaak, van alles wat er in de wereld gebeurt en gaat gebeuren, vindt daar plaats. En als je daar geen zicht op hebt, dan kan je heel ver meegaan in alle ontwikkelingen, maar dan blijf je een beetje zweven. En voor mij is het altijd dat de kern geweest. Daar draait het om. En vanuit daar kan ik de conflicten beter beoordelen in de Oekraïne of in Rusland of de opkomst van China en wat Amerika aan het doen is. Dat is voor mij veel helder te verklaren, omdat ik het vanuit die positie verklaar. Ja, mensen vinden het lastig, hè, omdat ze dat dikwijls vinden ze dit maar een oud boek en zeggen, ja, wat heeft dat nou te zeggen? Maar dat heeft wel degelijk dingen over vandaag te zeggen. Ik heb één stukje opgezocht, niet helemaal per ongeluk, maar daar staat er, zo zegt de Heere, die de zon tot een licht geeft overdag en de vaste orde van maan en sterren tot een licht in de nacht, die de zee opzweept, zodat er golven bruisen. Heere van de legermachten is zijn naam. Als deze verordeningen ooit zouden wijken van voor mijn aangezicht, spreekt de Heere. Oftewel, als de zon niet meer opkomt en als de zee geen eb en vloed meer geeft. Dat is ondenkbaar natuurlijk.
Dan zou ook het nageslacht van Israël ophouden een volk voor mijn aangezicht te zijn. Alle dagen. Ja. He, dus het is en blijft Gods volk niet tot aan een bepaalde periode. Niet tot aan het jaar 0. Niet tot aan de kruisiging. Niet tot aan het jaar 400 waar het Romeinse Rijk christelijk wordt. Maar alle dagen. Altijd. Voor eeuwig. Tot nu. En daar blijft die strijd om plaatsvinden. Daar draait het om. En daar zie je dat veel mensen gewoon afhaken. En daarom grijp ik ook heel veel gelegenheden aan om met de mensen die dat niet helemaal doorhebben of niet helemaal begrijpen, toch de dialoog te zoeken, gesprek te voeren. En dat probeer ik met respect te doen. Ik ben altijd iemand van de feiten. Hè? Voor mij tellen feiten, de rest is ruis, dat heb ik altijd gezegd. Heel mijn leven ben ik op zoek naar feiten, informatie, feiten, die analyseer ik. En daar trek ik bepaalde conclusies uit. En dan tellen die de cijfers en de feiten tellen. En de rest is emotie of ruis. En voor mij is ook alles wat er in Israël is gebeurd. Hè, vanaf 48 en daarvoor. En alle oorlogen. De Zesdaagse Oorlog en de Yom Kippur. De Intifada. Alles wat er nu met en rond Hamas gebeurt. Ik wil het zien. Ik wil het beleven. Ik wil het ervaren. Ik wil het horen. Daar alle ben kanten. Je ook heen gegaan. Daar ben ik heen gegaan. Heel dichterop. Want kijk, hier horen we natuurlijk vanuit de media ja. Een heleboel dingen. Bijvoorbeeld, een van de dingen die we horen rondzingen en die overal ingang vinden is, Israël is bezig met het plegen van een genocide. Jij kent dat vast ook. Ja, mag ik het woord bullshit gebruiken? Het is gewoon bullshit. Voor mij wel, maar waarom is dat bullshit? Er gaan toch een heleboel kinderen dood in de Gaza en zo? Maar, opzettelijk? Nee, daar gaan mensen dood in Gaza. Ja? Daar wil ik duidelijk over zijn. Worden toch ziekenhuizen gebombardeerd en kleuterscholen? Maar even een paar dingen daarvan. De Verenigde Naties heeft deze week erkend, hè, de meest foute organisatie in de wereld is de UN, United Nations. Ik bedoel, dat is een organisatie die in zich Israël haat, in zich. Voor mij is de Verenigde Naties de vertegenwoordiger van het kwaad. Maar goed, laten we dat even rusten. Maar zelfs de Verenigde Naties heeft deze week erkend dat alle berichtgeving die is geweest over de enorme schade op Gaza zwaar overtrokken is. En waarom weet ik dat? Omdat dat ook te traceren is uit kaarten, uit foto's, uit analyses. En ik heb een mooi voorbeeld waarom ik dat nog een keer kan duiden. Wij waren op de Shabbat, dus de zaterdag in Israël, waren wij naar een dienst geweest. De groep van 38 had zich gesplitst naar twee diensten geweest. Joodse diensten geweest, maar van Messias blijvende Joden. Dus er is een kleine groep in Israël die ook gelooft in, laat ik zeggen, het Nieuwe Testament, in Jezus. Ja. Op zich, een van die predikanten waar wij niet waren, die heeft daar gewoon anderhalf uur lang de dienst geleid met alle mensen en ook onze mensen met een wapen op zijn rug. Dat is voor mensen een beetje vreemd, hè? Dat jij een dienst hebt aanstaande zondag en heb je een M16 op je rug. Nee, maar een wapen is de Bijbel gewoon. Ja. Het woord. Maar, ja, zo. Maar goed, hij heeft het Bijbel en het wapen. Ja. Maar diezelfde voorganger is op een avond bij ons in het hotel gekomen. En die heeft daar iets verteld van hoe hij Bijbels aankijkt tegen deze situatie. Erg boeiend. Want je merkt wel dat dit soort mensen het Oude Testament als geen ander kennen. Daar kan geen christen tegenop. Een Jood die het Oude Testament kent, verslaat iedere voorganger, iedere theoloog als het over dit gaat. Daar zitten ze heel diep in. Maar deze mensen hebben natuurlijk uiteindelijk ook nog het Nieuwe Testament hebben ze meegenomen. Maar hij is sniper. En sniper is een scherpschutter. Mensen die dus in een eenheid zitten en die vooral op lange afstand schieten. Soms daar uren, soms dagen wachten. Hij is sniper in het Israëlse leger, het IDF heet dat, IDF. En hij is opgeroepen toen 7 oktober die Hamas de aanvalsmorgens opende. Is hij opgeroepen, is die middag richting Gaza getrokken. Was natuurlijk 10 uur lang was er bijna geen militair te vinden in die omgeving. Misschien straks nog iets over zeggen. Ja, ben ik wel benieuwd naar jou. Hoe ja, dat kan. Schokkend. Ja. Maar goed, hij is daarheen gegaan. Afscheid van zijn vrouw genomen. Bij zijn legereenheid gemeld. En is daar uiteindelijk met zijn team Gaza ingetrokken. Daar heeft hij 2 maanden geopereerd in Gaza. En hij zegt tegen ons. En hij vertelt hoe dat ging. Hoe dat gebeurt. Hoe ze die gevechten voeren. Wat zijn rol is. En waarom. Hij zegt tegen ons. In het hotel zitten ze. In 2 maanden tijd. Die 2 maanden dat ik in Gaza heb geopereerd. Geen contact met thuisfront, helemaal niks. In die 2 maanden ben ik niet 1 Gazaan, of Palestijn hoe je het wil noemen, tegengekomen. Hé? Je opereert 2 maanden in dat gebied. Gebied van 40 kilometer bij 8 kilometer. Dat bepaald segment van Gaza. Niet 1 Gazaan tegengekomen. Kan dat nou? En er wonen rond de 2 miljoen mensen. Dan moet je er iemand tegenkomen. Nee, dat gebeurt niet.
Want op het moment dat zij een operatie doen, omdat ze bijvoorbeeld op zoek zijn naar gijzelaars, of ze zoeken Hamas-strijders, hè? Dat is feitelijk wat ze doen, hè? Dan is het eigenlijk heel simpel dat op het moment dat zij bijvoorbeeld een bepaald huis intrekken, of een bepaalde straat, een bepaald dorp, dan wordt van tevoren gewaarschuwd, wij komen met een team aan, verlaat het huis, de straat, het dorp, of de voorstad, verlaat de voorstad, want wij zijn met een missie bezig. Wordt huis niet opgeblazen, ze zijn op zoek naar levensgevaarlijk werk, overal zitten booby traps. En ze zijn in die 2 maanden 1 oudere vrouw tegengekomen, een vrouw van bijna 80, ruim 80 jaar, die hadden ze daar achtergelaten. En die hebben ze overgedragen enzovoort. Want al die mensen zijn weg. En op het moment dat ze klaar zijn met hun missie, dan trekken die mensen gewoon weer terug. En al die operaties die je nu met name op tv ziet, een gebombardeerd ziekenhuis, of een school, of een gebouw, of een groep mannen, die worden eigenlijk allemaal, het is een soort chirurgische operatie. Alle Hamas-strijders, en met hun oorlogsvoorraad en hun munitie en hun raketten, zijn allemaal gesitueerd in scholen, ziekenhuizen en moskeeën. En in het gebouw van de UNRWA. De UNRWA is de United Nations organisatie, waar blijkt dat 500 mensen gewoon mee hebben gedaan met de terreur en de moordaanslagen en de verkrachtingen. Ja, waarin de leraren, of laten we zeggen de coaches van de UN, gewoon de mensen alleen maar haat hebben gepredikt. Maar goed. Maar al die hele macht concentreert zich in dit soort gebouwen. Prima schuilplek. Maar dat doet Hamas. Ze verschuilen zich achter het gewone volk. En als Israël dan een gegeven moment een operatie doet in zo'n ziekenhuis, wordt ook van tevoren daarvoor gewaarschuwd. Klaar. En dan trekken ze erin en dan blazen ze ook vaak dingen op. En dan het verhaal dat er hongersnood in Gaza is, is ook een bullshit verhaal. He? Ik kreeg van iemand ook binnen mijn eigen gemeente. Ik heb foto's gezien van magere kindertjes die in een hoekje liggen. Ja, maar dat zijn niet de juiste foto's. Dat zijn niet foto's die daar gemaakt zijn. Dat is gewoon allemaal fake. Wij worden doorlopend geïndoctrineerd door dit soort beelden. Want de cijfers zijn heel anders. Hè? Er was op 17 maart werd er bekend. Je weet precies hoeveel trucks met voedsel Gaza binnenrijden. Ik geloof de 17e hebben 237 trucks zijn gewoon Gaza binnengereden. Dat gaat via Israël, hè? Want de grens met Egypte is hermetisch gesloten. Dus alles wordt via Israël binnengebracht. Water, elektriciteit komt allemaal via Israël. Dat gaat gewoon elke dag door. Ja. Er is meer dan voldoende voedsel. Er zijn een soort gaarkeukens. Er wordt nog gewoon markt gehouden. Dus er is voldoende voedsel voor iedereen. Het probleem zit niet in die transporten van dat voedsel. Die worden soms ook overvallen. Hamas kaapt soms die trucks. Die verkopen die pakketten weer aan de eigen bevolking. Dus het heeft te maken met de organisatie daar. Want Hamas heeft maar één doel. Dat is een beeldvorming dat Israël natuurlijk genocide pleegt. En Israël zorgt dat er kinderen uitgehongerd worden. Enzovoort, enzovoort. Dat is het beeld. Dus het interesseert ze helemaal niks wat het eigen volk doormaakt. Dat boeit ze helemaal niet. Als de beeldvorming maar aan hun kant staat. En dat moet ik zeggen, dat als je naar de oorlog kijkt, de kansen enzovoort, dan is de propagandaoorlog gewonnen door Hamas. Die staan met 10-0 voor. Want wat je ook zegt, met welke feit je ook komt, want ik hou van feiten, ja, het wordt gewoon weerlegd. En dat is mijn grote zorg. Wij worden continu gebrainwashed met beelden, ja, die niet de juiste zijn. Het zijn of hele leugens, wat ik erg vind, maar daar kan ik doorheen prikken, of halve waarheden. En halve waarheden zijn ergens hele leugens, want dan moet je echt energie in stoppen van wat is nou wel waar, wat is er niet waar. Maar het is één brainwashing wat er plaatsvindt. En je ziet de slappe, laffe houding die wij in Nederland, maar ook in andere West-Europese landen of andere Westerse landen hebben, in onze opstelling naar Israël. Dus je mag Israël zeker bekritiseren, maar het bijna ophemelen van een terreurorganisatie die doordringd is van haat, ja, dat is bizar. Want als je weet wat op 7 oktober is gebeurd, dat is ook bizar. En Hamas heeft gewoon alle gelegenheid gehad, de Gazanen hebben alle gelegenheid gehad, om die strook van 40 kilometer bij 8 kilometer tot bloei te brengen. Het had het Singapore kunnen wezen aan de Middellandse Zee. Het Dubai aan de Singapore Zee. Er is zo immens veel geld gepompt in Gaza. Van ons belastinggeld wereldwijd. Zo immens veel geld. Ze hadden zwaar boven Jan kunnen zijn. Ze hebben gewoon een heel metrostelsel aangelegd. Ze hebben 700 kilometer metro aangelegd. 4 verdiepingen hoog. Alleen die metro werd toevallig gebruikt voor raketten, voor wapens en voor terreur. Dus het volk heeft alle kans gehad. En wij werkten in de envelop van Gaza. Onder andere in die sinaasappelplantages. Dan keken we op de grenshekken van Gaza. En zag je datzelfde gebied aan de andere kant, hetzelfde land, hè? 3 kilometer verder. Niks groen,
niksplantages, dor. En je zag dorpen en steden daar in de verte, zag je allemaal. Ik denk, maar waarom hebben die mensen dat nooit verbouwd, dat gebied? Waarom hebben ze niet geïnvesteerd, wat de Israëli's doen? Investeren gewoon in positieve dingen. Waarom hebben ze dat niet gedaan? Waarom zijn ze alleen maar bezig geweest met haat? Ik heb hier, ik sta even op. Dat was een mooi stukje. Ik heb het uitgedeeld in de bus toen wij in Israël waren. Ik las een artikel net voor we weggingen. Ik weet niet meer in welke krant het was, maakt niet uit. Ik geloof de Telegraaf, maar doet niet toe. Er staat boven ex-presentator naar Israël als onbezoldigd landarbeider tussen uien. En dat gaat over Frits Barend. Frits Barend geraakt door de haat. Het doel is Hamas uit te schakelen, dat genocide noemen is schandalig. Om zijn machteloosheid te verdrijven reisde Frits Barend naar Israël, waar hij als vrijwilliger onkruid uit de grond trok. Diep geraakt door woekerend antisemitisme en schandalige berichtgevingen over de Gaza-oorlog van zijn voormalige vakgenoten in eigen land. De gewezen tv maken over de donkerste dagen van zijn aardse bestaan. Hij heeft er ook gewerkt, heeft een paar dagen ook meegewerkt. Niet met ons, maar met een andere groep. Die haat die hij heeft ervaren in Nederland, heeft hem dus zo geraakt dat hij erheen is gegaan. Om gewoon te helpen. Hij kon het gewoon niet verwerken. En dat ervaren die Israëli's ook. Die immense haat. En dat vind ik wel het ergste. Dat die Palestijnen, de kinderen worden al helemaal getraind, gehersenspoeld. Dus ze moeten liedjes zingen over Joden en honden. Het wordt gewoon ingepompt van jongs af aan. En wat mij raakte van die 7 oktober, waren niet die duizenden Hamas-strijders die de grens overtrokken om te moorden en te plunderen en te verkrachten. Wat daar gebeurd is bizar. Ja? Dat heeft me ook geraakt. Maar dat zijn dan die strijders. Niet goed te praten, het is walgelijk. Maar wat mij misschien nog meer heeft geraakt, waren dat ook honderden gewone Gazanen, gewone Palestijnen, meetrokken met die strijders. Mensen die soms al jaren werkten daar aan de kant van Israël, daar geld verdienen. Goede contacten hadden met hun werkgevers of hun kibbutzen, die ze iedereen kenden. En wisten waar ze wat konden halen. En zij plunderden veel huizen van Israëli's. Ja. Ze wezen aan wat de schuilkelders was en de schuilkamer was. Ja. Ze hebben zelfs mensen meegenomen, dus niet enkel zijn er gijzelaars meegenomen door de Hamas-strijders, maar ook door gewone Palestijnen, burgers. Gewone Gazanen. Israël verwacht ook dat een aantal van de gijzelaars niet zit onder de grond, maar gewoon in huizen van normale mensen. Ja, en als je dat ervaart, dat het volk doordringd is van haat en alle kansen hebben laten liggen, ja, dan zeg ik jongens, is het dan te rechtvaardigen dat Israël vecht om te overleven? Dat er ruim 300 mensen ontvoerd zijn die nog steeds niet vrij zijn. En dat Hamas maar één doel heeft. Ze wijzen alles af. Maar dat hebben de Palestijnen altijd gedaan. Toen de staat Israël ontstond in 1948, compleet legitiem, volgens mij resolutie 181. Ja? Toen was in 1947, had de Verenigde Naties, hè, want toen was er nog Engels mandaat, ja. Hè, even de beeldvorming. Tussen 1917 regeerden de Turken, de Ottomanen in dat hele gebied. Ja, Jordanië, al die andere landen. Daar woonden toen Arabieren en Israëlieten. Of Joden, hebben er altijd gewoond, altijd. En in 1947 is een commissie geweest. Die hebben uiteindelijk een keus gemaakt van een twee-staten-oplossing. Dat is uiteindelijk het voorstel geweest. Dat is uiteindelijk ook resolutie geworden. Dus in 1948 vestigde Israël de staat Israël. Kleiner dan wat ze nu hebben. Ja, met een staat voor de Israëlieten, voor de Joden. En een staat voor de Arabieren, Palestijnen. En op het moment dat Israël die staat uitriep, riepen al die Arabische landen, een Egypte, een Irak, een Jordanië, een Libanon, noem maar op, al die landen riepen, no way. Wij willen die twee staten oplossing niet. Wij willen geen oplossing. We willen niet dat Israël, dat de Joden hun eigen staat op deze manier weer terugkrijgen. Wij willen ze oplossen. Wij willen ze vanuit de Jordaan, een kleine Jordaan, dat is een kleine rivier, willen ze gewoon de zee indrijven. Dus die 7-8 landen zijn oorlog gaan voeren in 48. Het heeft geduurd tot en met 49, hè, de onafhankelijkheidsoorlog. Een zeer bloedige oorlog, waarin Israël heeft moeten knokken tegen al die landen. Pak de kaart erbij, kijk hoe groot die landen zijn. En al die landen vielen Israël aan in 48. En dan komt 67, dan komt de Suez-crisis in de jaren 50, Yom Kippur, de eerste intifada. Dus alles wat er aan oplossingen is, wordt afgewezen. En als je zo in de wedstrijd zit en niks wil, en dan heb ik niet over die kolonisten, hè, die soms ook te ver gaan. Dus ik bedoel, ook de kritiek moet gewoon blijven kunnen bestaan. Maar als je alleen maar nee zegt, alleen maar vol haat zit naar de Joden,
En diezelfde Arabieren die ik spreek, die daar wonen en werken al generatie, die daar veel minder moeite of zelfs geen moeite mee hebben. Denk, wat is er gevaren in dat stuk van die Arabieren? Waarom zijn er Arabieren die daar gewoon nooit weg willen in Israël? En waarom zijn er Arabieren 100 kilometer verder die gewoon maar één ding willen, de Joden over de kling jagen? Zeg maar. Ja, niet alleen Arabieren natuurlijk. Ik bedoel, ze worden inmiddels gesteund door heel veel westerse partijen en mensen overal. Overal. Wereld, hè? Overal. Kijk naar onze eigen regering. Kijk naar onze eigen media. Wat er is gebeurd bij de opening van het Holocaustmuseum. Of toen was ik daar, Simon. Toen was je daar. Moet je kijken wat dat voor effect heeft. Wat had het voor effect? Schokkend. De mensen waren verbijsterd wat ze zagen in Nederland. Dat kan toch niet waar wezen? 100.000 Joden afgevoerd. Merendeel door Nederlanders afgevoerd, hè? Ja. We zijn het meest laffe volk in de Tweede Wereldoorlog geweest. Hè? Wij hebben de meeste Joden afgevoerd in Nederland. By far. Met behulp van de NS. En de marechaussee. En de politie. En gemeenteambtenaren. Dus de foute Nederlanders van toen blijken er dus nog steeds te zitten. Want dat zien we dus nu. En dat zien zij dus. Dat is voor hun verbijsterend. Dat Nederland is. Maar niet enkel Nederland. Het is ook in Engeland, in Duitsland. Het is overal. Want Nederland steekt wederom met de kop boven maaiveld. Oftewel, Nederland is weer nummer 1 op dat gebied. Dat is vreselijk, hè? De lafheid van de politiek, hè? Met name de linkse politiek, maar ook de linkse media, de liberale media. Het is walgelijk. Ja, ik hoor ook onze huidige regering zich niet fel genoeg uitspreken tegen dit soort dingen. Doen ze niet? Nauwelijks. Nauwelijks. Ik zag vandaag een interruptie van Lientje van BBB. Oh ja. Daar kun je dan vinden wat je wil. Gisteren de staatssecretaris. Maar ja. En dan krijgt ze zo'n nietzeggend plat antwoord, waarvan ik denk, kom op zeg. Ik heb het gisteren gezien. Hier vindt gewoon jodenvervolging plaats. Dus jodenhaat. Opnieuw, jodenhaat. Ja. Ja. En er was geen strobreed in de weg gelegd. Geen strobreed. En dat is Nederland. Dat is het land waar we wonen. Dus we riepen nooit meer na de Tweede Wereldoorlog. En dat klopt nooit meer. Dus nooit geen Duitse bezetting meer. Maar ooit ook niet meer zoveel lafheid die Nederland heeft getoond. Ja? En als de Joden dan terugkomen, degenen die dan nog terugkomen, moeten dan nog achterstallige huur betalen. Krijgen nog deurwaarders op bezoek. Dat was Nederland, hè? De BV Nederland. Hè? Toen bedoel je na de Tweede Wereldoorlog. Ja, bedoel, verdiep je daar ook eens in. Hè? Voor, na, tijdens en na de Tweede Wereldoorlog. Ja, ja, ja. Om je kapot te schamen. Dat is Nederland. En dat is wederom om je kapot te schamen. Ik heb die tijd niet meegemaakt. Ik ben van 55. Maar ik schaam me kapot. En met mij heel veel andere mensen. Over onze houding tegenover. Over onze houding, ja. Israël tegenover Joden wereldwijd. Ja. Tegenover Joden in Nederland. Ja, en wat me ook zorgen baart, Simon, is dat als ik dan met, ja, ook met mensen praat, hè, christenen praat, waarvan je toch mag aannemen. En er zit natuurlijk best onderscheid in, dat weet ik ook. En dat onderscheid zal ik ook proberen een goede plek te geven. Maar als ik dan toch ook zie hoeveel christenen meegaan in die misleiding die ze elke dag over zich heen krijgen vanuit de mainstream media en wat ze vanuit onze eigen overheid horen en wat ze van vrienden en kennissen horen, die niets weten van het conflict, nooit onderzoek hebben gedaan. En die zeggen, ja, het is erg wat er is gebeurd op 7 oktober. Nou, gelukkig wel dat ze dat nog herkennen. Anders zou ik zeggen, ga er eens heen. Ga eens met die mensen praten die het overleefd hebben. Ga eens met mensen praten waarvan hun vader of moeder of kinderen nog in tunnels zitten. Dan ben je genezen. Tot de dag van vandaag. Tot de dag van vandaag ben je genezen. Wat ik zeggen. Maar dan toch meegaan in dat narratief dat die arme Palestijnen en die arme Gazanen, dan heb je toch een verkeerde bril op. Dan zou ik zeggen, doe opnieuw onderzoek. Hè, er is een interview, ik heb het hier niet bij me, maakt niet uit. Ik heb op Twitter heb ik een naam van een meneer genoemd die in Israël vrij bekend is. Dat is iemand die is in Gaza geboren. Is uiteindelijk een gegeven moment met veel moeite Gaza heeft te kunnen verlaten. Heeft een Israëlisch paspoort gekregen. En wat die man zegt over zijn eigen volk en zijn eigen familie. Hij zegt keihard heel simpel. 99% van de Gazanen, van de Palestijnen daar, staan achter alles wat er is gebeurd en wat er nog gebeurt. Nou, dat is bijna niet voor te stellen. En we hebben 1000 christenen daar wonen. Die leven ook in de vreselijke omstandigheden. Dus een volk wat zo doordringd is van haat. En waar de redelijkheid ver te zoeken is, heel ver te zoeken is, ja, dat is wel een grote zorg. Want als je Hamas verslaat, dat zal militair kunnen, dat denk ik wel, dan heb je Hamas nog niet uit het volk daar. En hoe los je dat op? Ja, ik heb er geen antwoord op. Maar hoe los je dat op? Dat is lastig. Maar ik vind het een zorg
dat veel christenen uiteindelijk ook met een gekleurde bril hier naar kijken. En te weinig feiten hebben en te weinig kennis hebben. Nou, en meegaan in de hype. Het is zelfs zo dat een Israëliër die hier lezingen wilde komen houden over wat naar zijn mening dan de waarheid was, ook bij christelijke kerken niet eens de gelegenheid krijgt om dat te vertellen. Nee. Want de ruimtes worden afgezegd die ingehuurd waren, want het was een te controversiële boodschap. Ja, nee, we kunnen de waarheid niet aan. We kunnen de feiten niet aan. Dat is laf, dat je de feiten niet aan durft. Ja. Dat je niet in dialoog durft. Wij hebben daar die mensen gesproken. Niet enkel de Israëlse militair gesproken. Maar we hebben ook de vader gesproken van die Ophir. Dat is die Nederlander die uiteindelijk met veel moeite vrij is gekomen. Die opa hebben wij gesproken. Die heeft een paar uur met ons gesproken. En die heeft heel veel met Peres samengewerkt. Wat ooit de Israëlse premier was. En hij heeft ook aangegeven wat ze allemaal voor plannen hadden om met Gaza te doen. Hè, om Gaza tot economische bloei te brengen. En hij woont met zijn hele gezin en familie woont hij op een kibbutz. Werkt met 300 Arabieren samen. Laat die man eens zijn verhaal vertellen. Dit is niet een orthodoxe rechtse Jood. Dit is gewoon een hele liberale Jood. En dat vind ik ook het ergste wat er is gebeurd op dat trein van het Nova Festival waar wij zijn geweest. Waar al die jongelui, of zeg maar jongeren, 20ers, 30ers daar feest aan het vieren waren. Die daar allemaal afgeslacht zijn door die Hamas-strijders. Massaal afgeslacht zijn. Dat waren bij uitstek de mensen die daar feest vierden. Die juist altijd in dialoog waren met de Palestijnen. Die zochten naar vredesoplossingen. En zij zijn afgeslacht. Dus niet die orthodoxe, want die orthodoxe Joden zitten ook vrij zwart-wit in de wedstrijd. Die willen eigenlijk helemaal geen twee-staten-oplossing. Die willen eigenlijk die Arabieren weg. Hè? Dat is een beetje de andere kant. Alleen dat doen ze niet met geweld. Maar ze spreken wel uit dat ze het liefst eigenlijk Israël wel weer helemaal van het Joodse volk willen. Ja? Daar kan je over discussiëren met elkaar. Ik denk dat je naar een andere oplossing toe moet. Maar het zijn met name de vredelievende mensen die daar afslag zijn. Dus dat is bij die jeugd, die jongeren, ingeslagen als een bom. Ja. Dus als je zegt, de jeugd, hoe kijkt hij nu aan tegen Hamas en tegen Hezbollah? Nou, laten we zeggen, hun vredelievende manier van denken en aanpak en zoeken naar oplossing is weg. Zij zien dat het gewoon niets helpt. Het heeft totaal geen nut. Dus er is wel een verfrissing heeft er plaatsgevonden. En dat snap ik, als je kijkt wat er is gebeurd. En als je kijkt wat de haat nu nog steeds is. Hoe moet dat wel opgelost worden? Ja, dat weet ik niet, Simon. Dat ben ik. Dat weet ik niet. Ik denk dat Israël, als ze Hamas hebben verslagen, zullen op een of andere manier. Want die taak moet je niet aan de Verenigde Naties overlaten. Dan moet je een andere organisatie neerzetten. Dat kost misschien wel één of twee generaties. Maar je zal moeten zorgen dat die mensen, laten we zeggen, gedebriefd worden, als het ware. Maar ja, hoe krijg je die haat uit een volk waar kinderen van 3, 4 al liedjes zingen en verhalen vertellen hoe ze zoveel mogelijk Joden kunnen vermoorden? Dat is bijna onmogelijk, maar je zal daar toch iets mee moeten doen. Want je kan die 2 miljoen mensen niet de grens oversturen, want Egypte zegt, we willen ze niet. Er is geen enkel Arabisch land wat die Palestijnen, wat die Gazanen op wil nemen. Niet één. Het enige land in de wereld wat nu zijn hand uitreikt, dat is Nederland. Waar gesproken wordt, moeten niet aantal gemeentes in Nederland deze mensen opvangen. Nou, we hebben in Nederland al heel veel haatdragende mensen richting Israël. Ja, zowel Nederlanders als ook allochtonen. Ja, dat is ook wel helder. Ik zou zeggen, zet de tv aan, lees de krant. Als je daar nog een groep bij gaat halen uit de Gaza-strook, dan heb je een soort. Daar wordt het niet beter van. Daar wordt het niet beter van, dat het maar netjes uit. Daar wordt het niet beter van. Ja? Maar het gekke is dat de Arabische landen willen die mensen helemaal niet opnemen. Want de keren dat ze Palestijnen hebben opgenomen, dat is de laatste 30, 40 jaar een paar keer gebeurd, is compleet uit de klauwen gelopen. Jordanië, Libanon, no way. Nou, de grens met Egypte zit nog dichter dan die met Israël. De grens hebben ze extra dicht gemaakt. Er komt geen muis door. Dat is niet voor niks. Maar dit soort verhalen hoor je niet. Dus zo iemand die vanuit Israël komt om zijn ervaring te delen en in gesprek te gaan met de mensen in de zaal, die krijgt niet eens de gelegenheid. Nee. Nou ja, zover zijn we al. Er wordt dan een andere zaal gevonden. Maar ik vind het zelf wel schokkend dat zelfs kerken niet de moed hebben. Die mensen afwijzen. Ja. Niet de moed hebben om dat te regelen. Ja. En dat vind ik zorgelijk. Dat je dus zowel mensen, gelijkgestemden, waar ik jaren mee optrek, afhaken als het gaat over Israël. Dan is er in één keer heel veel eenzijdigheid.
En zeggen ze, ja, die mainstream media, dat is één grote leugen. Maar over Israël niet. Nou, dat kan niet. Dat matcht niet. En dat je aan de kant van de christenen, daar zie je wel gelukkig een groep die wel wakker is en ziet wat er gebeurt. Maar ja, dat is weer een andere discussie. Die snappen niets wat er aan de hand is met corona. Of niets aan de hand is met Oekraïne. Of niets aan de hand is met klimaat. Kijk, ik heb hier een boekje voor me liggen. Dat is een boekje De Misleidingsindustrie. Hoe Nederlandse media ons dagelijks beetnemen. Van Els van Dichelen. Zij heeft jarenlang in Israël gewoond en gewerkt. Voor het NRC Handelsblad gewerkt. Ja. En zij zegt eigenlijk heel simpel dat wij al 40 jaar lang, 45 jaar lang gebrainworst worden door onze eigen media. En zij kent het land. Ze kent de christenen daar, de moslims en de joden. Ze heeft veel onderzoek gedaan, daar gewoond. NRC schrijft zelf als recensie over dit boek. Een onthutsend boek. Ze heeft er wel gewerkt. En ze zegt, het is schokkend hoe wij in Nederland doorlopend misleid worden. En ze noemt ook de misleidingsindustrie. Lees dit boekje van iemand die daar gewerkt en gewoond heeft. En ik volg de media al vanaf de jaren 80. Dus ik kan het alleen maar bevestigen. Wij worden doorlopend misleid. Doorlopend. Over ieder dossier. Elk artikel wat je in de krant leest, moet je met een korreltje zout nemen. Elk artikel. Elke uitzending van Nieuwsuur of NOS, wat dan ook, neem je met een korreltje zout. Meer dan dat. De leugen regeert, Simon. Aanrader, denk ik, zo'n boekje om. Het is in 2019 uitgegeven, zie ik. Dus nog voor alle conflicten tot een hoogtepunt kwamen. Dus het staat al jaren in mijn boekenkast. Ja. Al jaren. Els van Dichelen, De Misleidingsindustrie. Ja. Uitgeven bij De Geus. Ja. Ik hoop dat het nog te koop is. Maar ja, dat weet ik niet. We gaan het zien. Nee. Tot slot, je hebt nog een vrucht meegenomen. Ja, die hebben we echt uit Israël meegenomen, deze sinaasappel. Zelf geplukt? Zelf geplukt, ja. Dus het bewijs dat je gewerkt hebt? Ja. En ik heb foto's en er zijn filmbeelden, dus ik heb echt geplukt. Ja. Ja, het was boeiend. En ook, we hebben ook, dat vind ik ook wel mooi om te delen, of bijzonder te delen, dat ze op dat festivalterrein geweest, waar al die gedenktekens staan, al die foto's staan van al die jongeren. En daar familie die bij elkaar komt. En rouwt. Ze zijn in Tel Aviv geweest. Nog steeds, ja. Er wordt waarschijnlijk ook een groot monument opgericht. Dan heb je die weg daarlangs. Die heette 232. Daar reden we naar dat gebied toe. Daar reden we parallel aan de grens met Gaza. Reden we naartoe. En toen zegt de chauffeur. Zie je op deze weg allemaal zijn donkere asfaltplekken. Ja, dat zagen we. Dat was opvallend. Over asfaltplekken. Alsof ze die weg opnieuw hadden. Of de weg vol gaten was. En al die asfaltplekken. Daar stonden al die auto's. Ja, want die mensen vluchten van het festivalterrein, dat is een tweebaansweg. Dus die gingen vooral naar het noorden, maar ook soms naar het zuiden. Maar dan liepen ze in de val van die Hamas-strijders. Dus die mensen werden afgeschoten in de auto's, met raketwerpers afgeschoten. Werden in brand geschoten die auto's. We zijn langs een plek gereden waar al die auto's staan. Honderden auto's, uitgebrande auto's, maar ook auto's die helemaal doorschoten zijn, doorzeefd zijn met kogels. Dan ben je in Shdrot, dat is een klein grensplaatje daar, 36.000 inwoners. En dat plaatje is ook overvallen door Hamas-strijders. Er is een strijd geweest van uren rond het politiebureau. Nou, dan spreek je de mensen daar, wat daar is gebeurd, hoeveel mensen er afgeknald zijn. Je spreekt met de slachtoffers op het Martelarenplein in Tel Aviv. Hè. Daar hebben ze ook een soort gedenkteken gedaan, waar ja, nabestaande mensen ontmoeten. Wereldwijd komen er allemaal cameraploegen. Het is een bizarre ervaring als je daar heel dicht bij dat gebied bent. En dan reden we met de bus op die 232, zal ik ook nooit vergeten. Toen stopte die chauffeur. En er was gewoon een bushalte met een soort schuil. Dat zie je in Israël veel over schuilkelders. Een soort beton, klein bunkertje. En toen zette hij ons, kijk, zie je die schuilkelder hier? Ja, die zagen we. En er waren 29 mensen omgekomen. Want die mensen werden eigenlijk tegengehouden op de weg terwijl ze aan het vluchten waren. En die zijn toen gevlucht in dat kleine betonnen hokje. En daar hebben ze, daar hebben ze 29 mensen afgeslacht met handgranaten en ook met geweerschoten. En van die 29, zijn niet 29 geloof ik, zijn er zes zwaar gewond geraakt, 4 ontvoerd en de rest is afgeslacht. En dan sta je daar in te kijken in dat hokje, zie je wat foto's enzovoort, zie je de kogelgaten in de muur. Dan denk je, hoe kunnen hier ooit 29 mensen hebben gezeten? Doodsbang. Gewoon afgeslacht. Nou, als je dat ziet en je spreekt de mensen die daar geknokt hebben, gevochten hebben. Ja, dat is bizar. En wat ik op een gegeven moment zei ook in de groep, ik merk gewoon, dat is verschil met 6, 7 jaar geleden, Israël is zijn onschuld kwijtgeraakt.
Want er was iemand die zei tegen mij, bij ons op de kibbutz, zegt hij, met 300 mensen waar hij werkte, of 400 mensen, was er één man met een pistool. En die werkte dan 5-6 kilometer van de Gaza-grens. Dat zou voor mij bizar zijn als oud-militair, maar goed, dat deed ze. Want ze vertrouwden zo op het IDF en op de beveiliging. Hè. Ja, daar zouden we nog even op terugkomen, hoe dat dan dat IDF zo laat reageert. Ja, ik weet dat er heel veel complottheorieën zijn. Vergeleken met 9-11 enzovoort. En het is een val van de Joodse staat. En er was veel onrust in Israël. Dus dit was een soort afleidingsmanoeuvre. Ja, ik zie dat toch iets anders. Kijk, 9-11 weet ik, er zijn dingen gebeurd die normale mensen... Nou, dat zou zeggen, zijn die onverklaarbaar zijn. Nou, niet helemaal onverklaarbaar zijn. Als ik anderhalf uur voor 9-11 gebeld ben door iemand dat er iets staat te gebeuren in Amerika, dan is het niet onverklaarbaar. Ja? En dat in het WTC geen enkel Jood aanwezig was, dat zijn feiten. Dat zijn feiten, punt klaar. Heeft Israël dan een rol gespeeld met de aanvallen of de implosie van het gebouw, wat er ook gebeurd is? Nee, maar ze hebben ervan geweten. Daar ben ik van overtuigd. Mossad heeft ervan geweten. Klaar. Wat de rol is geweest, weet ik niet. Maar er zijn geen Joden omgekomen bij de WTC-aanval. En dat is het grote verschil met hier. Hier zijn gewoon 1300 mensen vermoord. Ja? Hier zijn nog 130 mensen vermist. Er zijn 4.000-5.000 mensen zwaar gewond geraakt. Dus Israël zal nooit iets doen wat zijn eigen bevolking geslachtofferd wordt. Wat ik denk is dat gewoon, ook Israël kent een elite, ook een politieke elite, een militaire elite. Er heerste een bepaalde arrogantie in Israël, dat weet ik ook, van nou, we zijn bijna onverslaanbaar. We hebben het allemaal prima voor elkaar. Weet ik, we worden aangevallen, maar we kunnen het allemaal keurig organiseren. Er zijn heel veel signalen geweest, de uren en de dagen voordat dit gebeurde. De mensen op de werkvloer zagen ontwikkelingen. Er was veel telefoonverkeer. En de legerleiding heeft de avond van 7 oktober, er zijn nog bijeen geweest. Het was ook een christelijke feest, of een Joodse feestdag. Dus dan is alles al een beetje. Yom Kippur was natuurlijk ook. Werd ze ook overvallen. Iedereen was eigenlijk met dat was nu zo'n beetje Simchat Torah, dacht ik. Klopt precies, ja, klopt precies. Dus hier zijn ze er weer in gestonken. En ze hebben niet alert genoeg gereageerd. Ja, en dan zie je de shit ontstaan. Te weinig troepen daar. Ja, en ze hebben 10 uur lang tekeer kunnen gaan. Voordat ze de zaak een beetje onder controle begon te krijgen. En toen hebben ze natuurlijk nog dagen gevochten. Er is nog dagen gevochten in dat gebied. Ja, en dat is gebeurd. Men heeft uiteindelijk gewoon toch een vorm van zelfoverschatting gehad. Maar wat ik merk in Israël zelf, is de onschuld van, we kunnen helemaal vertrouwen op het leger en op de Mossad. Dat heeft een enorme deuk opgelopen, dat vertrouwen. Nu draagt iedereen weer een wapen. Iedereen draagt een wapen, iedereen staat op scherp. Eigenlijk zegt men, luister, we moeten ook voor onszelf zorgen. Oké, de overheid, we moeten er voor elkaar zijn. Ja, je hebt ook van die speltjes, dat staat op samen sterk. Dus ze voelen, we moeten het zelf doen. Natuurlijk, samen met de overheid en de regering. En ik denk dat Netanyahu heus nog wel rekenschap moet gaan afleggen van wat er is gebeurd. Er zal onderzoek gaan plaatsvinden. Maar dat is naar de hand. Dat is naar de hand. Eerst moet dit opgelost worden. Eerst moet die gijzelaars terug. Zij moeten het samen doen. En jouw oproep is eigenlijk ook aan kerken en christenen in Nederland. En misschien zelfs wel aan het hele Nederlandse volk. Laten we Israël niet in de steek laten. Ja, laat Israël niet in de steek. Maar ik zou ook bijna zeggen, ga vanaf nu, alles wat je hoort en leest, ga dat eens meer onderzoeken. Ga eens op zoek naar alternatieve media, naar andere nieuwsbronnen. En dat boekje wat hier op tafel ligt over de misleidingsindustrie, dat is niet nieuw. De misleidingsindustrie bestaat al decennia. Dus als een volk continu gebrainwashed wordt, net zoals die Gazanen of die Palestijnen alleen maar gebrainwashed worden, gebeurt hier misschien niet zo openlijk, maar het gebeurt onderhuids, maar het gaat steeds meer openlijker ook. We gaan het niet over klimaat en Oekraïne hebben, en Rusland allemaal, maar we krijgen continu één kant van het verhaal te horen. Eén kant. En we horen die andere kant absoluut niet. En we staan er ook niet open om die andere kant te horen. En ik vind, onderzoek alle dingen. Ja? En trek dan je conclusie. En dat gebeurt te weinig. Het is een soort echte bewuste misleiding die plaatsvindt. Het is een bewuste misleiding. Ik sprak Wierd Duk, een bekende journalist van de Telegraaf. En Wierd zit scherp in dossiers. Hè, weet veel van Rusland, achtergrond Rusland. Israël, hij is bereisd. Weet hoe die erin staat. Is geen wappie, verre van dat. Onderzoekt ook alle dingen. Maar Wierd zegt, wij krijgen soms mensen die komen van de school van journalistiek. Je zegt, Ab, het is bizar als deze mensen hier binnenkomen, hoe ze aankijken tegen alle onderwerpen als klimaat, de euro, corona, conflict met Rusland,
alles wat er in de wereld op dit moment gebeurt, alle bewegingen die er zijn, die zijn helemaal gefocust. Helemaal gebrainwashed. Helemaal gebrainwashed. Ze zijn al geprogrammeerd. Zijn geprogrammeerd. Journalisten. Journalisten. Compleet geprogrammeerd. Jonge mensen, intelligente mensen, aardige mensen, niks mis mee. Maar ze horen nooit de andere kant. Nooit. En onze media worden natuurlijk zijn al jaren bron van leugen. En dat is mijn grote bezwaar. Maar het wordt ook gevoed vanuit de overheid. De overheid heft ook niet haar stem. Verheft ook niet haar stem. Leunen mee. Feitelijk is onze samenleving natuurlijk gekaapt door, ja, ik ga het zeggen, door leugenaars. Gekaapt door leugenaars. De leugen regeert. De leugen regeert. Op alle posities, bij ministeries, is één geluid. Één politiek geluid. Één ideologisch geluid klinkt. En dat zit in de rechtspraak, dat zit in de media, het zit in de cultuur, het zit in het onderwijs, het zit op de ministeries, overal. Zelfs hetzelfde politieke geluid en ideologie, dat zijn vaak mensen vanuit onder andere D66 hoek, PvdA hoek, die zitten op alle sleutelfuncties in Nederland. Als ik het zo hoor, dan zou ik zeggen, it's time for a great reset. Ja, maar dat wordt lastig. Want hoe krijg je een creatief reset voor elkaar als alle sleutelposities bezet zijn door, in mijn optiek, de leugenaar? Ja. Dat wordt lastig. Maar we gaan het zien. Kijk, we leven in een transitietijd, in een transitiefase, waarin er echt zaken gaan bewegen. En dan zeg je, ja, maar dit is kansloos dat we ooit die strijd winnen. A, hoeven wij die strijd niet te winnen, dat is één. Maar ik denk dat we wel onze stem moeten laten horen. En ik zie beweging. Ik zie beweging in Europa. Hè, de andere kant, hè, dat we wakker beginnen te worden. In Nederland zien we dat ook. Het feit alleen al dat als we nu nieuwe verkiezingen zouden hebben en we zien dat van de 150 Kamerzetels 49 zouden gaan, hè, in de prognose naar PVV, dan kan je niet zeggen dat Nederland niet wakker is. Dan ga ik niet zeggen dat alle PVV'ers wakker zijn, maar het geeft wel aan dat een groep voelt, misschien niet in detail, maar voelt dat we verkeerde afslagen zijn aan het nemen zijn. Er is onvrede in de maatschappij. Onvrede in de maatschappij. De huidige politieke gang van zaken. Absoluut. Ja, er is onvrede. En die onvrede groeit. Ja. En ik zie in mijn eigen omgeving zie ik steeds meer mensen wakker worden. Op alle dossiers worden ze wakker, wakker, wakker. En dat is mijn hoop, dat mensen wakker worden. Zelf onderzoek gaan doen. En zelf keuze gaan maken. En ik zeg ook tegen mensen om me heen. Durf je stem te verheffen. Wees niet bang wat je over je heen krijgt. Want als je dit onderwerp aanroert binnen je eigen omgeving soms, krijg je ook bagger over je heen. Dat weet je trouwens zelf ook. Zeker. Bagger. Nou, dankjewel Ab, dat jij hier in dit gesprek wel je stem durfde te verheffen. En wie weet wat voor bagger er nog over jou en mij heen zullen komen. Ook naar aanleiding van dit programma. Maar we staan voor wat we geloven dat waarheid is. We staan voor de God van Israël. We staan voor het volk Israël. Heus met de nodige kritiek waar dat nodig is. Zeker. Maar ook met de nodige sympathie wat een volk in oorlog daadwerkelijk nodig heeft. Ja, verdienen ze. Ik dank je heel hartelijk voor dit gesprek, voor de sinaasappel en voor het boekje. Shalom. En shalom. Shalom. Dank u wel voor het kijken. Als u het een interessant gesprek vond, of misschien een controversieel gesprek, of hoe u er ook over denkt, u kunt opmerkingen plaatsen hieronder. Ik zou zeggen, like ook het gesprek, deel het met vrienden en vijand, laat het een punt van discussie worden. Er mag zeker over gesproken worden, abonneer u op het kanaal. Denkt u van, het is ook goed dat andere geluiden eens een keer gehoord kunnen worden, zou u overwegen een kleine bijdrage te geven, dan loopt er onderin een stroom waar u dat kunt geven, of op de website is er een link waar u misschien een kleine bijdrage kunt geven. Altijd hartelijk welkom voor apparatuur, voor reiskosten, voor allerlei kosten die wij toch op moeten maken. We hoeven er niet rijk van te worden, maar het mag ook wel gewoon betaald kunnen worden. Dank u wel voor het kijken en God zegen gewenst. Thank you.
Ja.